hele goede avond. Je kijkt naar het OudTV nieuws van maandag 16 september. Verderop in het nieuws. De film Behind the Candelabra wint de meeste Emmys. Roberto Cavalli ontwerpt voor Madonna's fitnessketen. En je krijgt een nieuwe single Work Bitch van Britney Spears te horen. Maar we beginnen met minister Jet Bussemaker. De Russische homo's en lesbiennes worden steeds banger door de homofobe sfeer die er in het land hangt. Dit zegt de minister na haar bezoek aan Moskou. Ze is daar in gesprek gegaan met LHBT-activisten. De minister van Onderwijs verblijft daar in het kader van het Nederland-Ruslandjaar, waarvoor ze het festival Dutch Days bezoekt. Bussemaker vertelt dat de anti-homo-wet de activisten raakt en dat ze zich steeds meer zorgen maken omdat de wet leidt tot homofoob gedrag. Bussemaker opende vrijdagmiddag een Mondriaan-tentoonstelling in de Tretjakov-galerij in Moskou. In een toespraak wees ze op het belang van vrijheid voor de ontwikkeling van creativiteit en meningsuiting, maar ook op het belang van vrijheid om te zijn wie je bent. Bij de jaarlijkse Emmy Awards Creative Arts Ceremony heeft de film Behind the Candelabra de meeste prijzen binnengesleept. Tijdens deze ceremonie worden de iets minder belangrijke Emmys uitgereikt. De film won onder meer awards voor haar en make-up, monteerwerk en soundmixing. En er is nog meer nieuws uit de filmwereld. Michael London, de producer van de film Milk, gaat een tv-serie maken over een transgender tiener. De serie zal Ze gaan heten en is de eerste Amerikaanse serie over een transgender. Amerikaanse transgenders zijn blij dat ze eindelijk een keer positief in een serie te zien zullen zijn. De beroemde Italiaanse ontwerper Roberto Cavalli heeft unieke personeelskleding ontworpen voor het fitnessfiliaal Hard Candy in Berlijn. Hard Candy behoort tot de fitnessketen van niemand minder dan Madonna, die de centra in 2010 startte. Cavalli heeft trainingsbroeken, t-shirts, sweatshirts met capuchon en korte broeken ontworpen. De kledingstukken zijn in de basis zwart en worden voorzien van gouden logo's van Hard Candy en Cavalli. Het personeel zal er dus lekker trendy en high fashionable uitzien. Britney Spears heeft een nieuwe single, Work Bitch. En ondanks dat er nog geen echte videoclip van uit is, kunnen we je al wel vast de audio laten horen. Zelf weten we nog niet helemaal wat we ervan vinden, maar luister mee en oordeel zelf. Je kent ze wel, de standaard speelgoedreclames. Meisjes spelen met meisjesspullen en jongens met jongensspullen. Maar wat zijn eigenlijk typische jongens- en meisjesspullen? Dat onderscheid wil de speelgoedwinkel Toys R Us niet meer maken. En daarom gaan ze hun speelgoedfolders aanpassen, zodat ze niet meer gericht zijn op genderstereotypen. Ze gaan deze campagne samenvoeren met Let Toys Be Toys, een groep die tegen de seksistische stereotypes is in de speelgoedindustrie. Ze zeggen blij te zijn dat Toys R Us dit eindelijk gaat doen. Eerder al bracht de Zweedse speelgoedfabrikant Lacklust een folder uit waarin geen stereotypen zaten. Not So Straight, dat is de naam van een nieuwe groominglijn. Het bevat een homo shampoo, body wash en verschillende haarproducten. Met de producten is het de bedoeling om andere mannen te lokken. Doordat ze een feromoon dat voorkomt in mannenzweet verwerkt hebben in de producten, zou er een soort X-effect moeten ontstaan. Of dit echt zo is, geen idee, maar test het uit zou ik zeggen. En misschien wordt Grindr zo wel overbodig. Afgelopen weekend vond in Dallas de jaarlijkse Gay Pride plaats. De politie van Dallas had van tevoren aangekondigd geen onacceptabel gedrag te tolereren. In de officiële Pride Parade reglementen stond dan ook duidelijk geschreven dat ontblote borsten, billen en genitaliën niet waren toegestaan. De organisatie snapte niets van de aankondiging, dit omdat ze zich ieder jaar aan de regels houden. De politie gaf daarop weer als antwoord dat er vorig jaar een danser op een wagen stond te dansen met een erectie in zijn broekje. Nou, alles is voor niets geweest, want de politie van Dallas heeft afgelopen weekend maar liefst 0 keer hoeven ingrijpen. En het was er reuze gezellig.
Het Italiaanse modehuis Fendi neemt deze maand eindelijk zijn nieuwe hoofdkwartier in Milaan in gebruik. En het belooft een bijzonder pand te worden, want het zal niet alleen kantoren, showrooms en een expositieruimte bevatten, maar ook wordt er de langste catwalk van Milaan gebouwd. Op 19 september tonen hoofdontwerpers Karl Lagerfeld en Silvia Venturi Fendi de nieuwe voorjaarscollectie. En het is maandag, dus het is tijd voor een nieuwe gadget. Een zeer persoonlijke gadget wel te verstaan. Nu is het namelijk mogelijk om een klein 3D-poppetje van jezelf te laten maken. Zoals deze dus. Tot in detail kun je jezelf laten vereeuwigen. Voor een poppetje van 15 centimeter leg je €220 neer en voor eentje van 20 centimeter betaal je een beetje meer. Niet alleen kun je jezelf in plastic laten maken, ook bijvoorbeeld je hond is na te maken. Als je zo'n moderne selfie wil, moet je wel even naar Duitsland, want er moet natuurlijk een 3D-foto van je gemaakt worden. Kijk op onze website voor meer informatie. Dit was het OutTV Nieuws van maandag 16 september. Dankjewel voor het kijken. Wil je meer informatie over deze uitzending of over alle andere nieuwtjes die we behandelen? Kijk dan even op onze website. Voor nu wens ik je een fijne avond en daarna slaap lekker.